Studies Assessment NVI heeft afgelopen vrijdag schoonmaakmateriaal geschonken aan Albina. Rudisa Cement financieel manager Vishal Kedar overhandigde als deel van de schenking een brushcutter aan DC Freddy Daniel. De middelen, waaronder kruiwagens, brushcutters, harken en houwers, hebben een totale waarde van 50.000 SRD. Volgens Kedar heeft zijn bedrijf via de media begrepen dat het grensstadje dringend een schoonmaakbeurt nodig heeft. De districtsleiding had namelijk aangegeven te zullen starten met de grote schoonmaak van Marowijnen, waarbij Albina prioriteit geniet. En alafa usabi tak TCL gribu cement na gibo. Toch? Maar ik heb ook mooi want je omgeving nog kring, in om als je aan mooi voor abo. Dus daarom heeft TCL gribu cement gemeen om deze gesten te doen aan Albina zodat ook je aan mooi voor Albina. En daarom heeft dan de directie ook gemeend om de overdracht te doen van de spullen, zodat we Albina mooi kunnen maken. De burgervader van Marowijnen, Daniel, is erg ingenomen met de geste. Hoewel de schenking niet alle gereedschappen bevat die nodig zijn voor de grote schoonmaak, is Daniel blij met wat hij bestempelt als de eerste aanzet. Dus we zijn zeer dankbaar voor wat tot nu toe is gegeven. En we gaan er heel goed gebruik van maken. Ik denk dat we hiermee een aanzet hebben gemaakt om eindelijk te komen tot het realiseren van enkele zaken die we binnenkort willen doen. En binnen heel snel een tempo ook. We hebben zojuist een werkgroep ingesteld. Ik dacht dat leden van de werkgroep ook hier aanwezig zijn om uiteindelijk ook hun deel mee te nemen. Dat zou ook een oplossing betekenen voor het resort Mungo. En bijna wil ik geen resorten noemen, omdat je begrijpt dat ik iets dan als ik zie resort in dat district en je begint aan te geven waar de dingen naartoe gaan, dat Chinjaruzee ontstaat. Eigenlijk mag dat natuurlijk, maar we zullen op zodanige wijze met de werkgroep bezig zijn dat elk resort, of tenminste alle dorpen, zullen worden aangedaan en dat ze tenminste een behoorlijke schoonmaakbeurt kunnen krijgen. Vooral gelet op de vakantieperiode nu. Ik denk dat we aardig wat werk hebben. Freddy Daniel, DC van Marowijnen. En dan vrijdag op het commissariaat Albina een schenking ten behoeve van de grote schoonmaak van Albina in ontvangst. Het districtsbestuur is thans bezig om, medegelet op de vakantieperiode, het oostelijk grensstadje een schoonmaakbeurt te geven.